hou wel van een vrouw die wel een beetje niet op de mondje gevallen is. Die ook soms even een beetje schijnt hebt aan de regels. Hi, ik ben Jutta en ik speel Yola in de gloednieuwe serie Santos. Mijn naam is Romana Vrede en ik speel Evelien, de moeder van Yola. Hey, ik ben Massisse. Ik speel Kikker. Ik ben een crimineel en een vader die totaal niet over zich heen laat lopen. Ik ben Kevan Jordan. Ik speel Jermaine in de serie. Ik ben een man met veel ambities en de beste vriend van Glenn. Mijn naam is Yannick Jozefsoon. Ik speel Glenn. En je zou kunnen zeggen dat onze personages geconfronteerd worden met een aantal grote levensdilemma's. En nu is de vraag, hoe zouden wij zelf omgaan met zulke dilemma's? De goedkeuring van je ouders najagen of je eigen idealen volgen? Ja, en hier scheiden de wegen van Yola en Jutta. Want Jutta zou altijd, wel denk ik met toch wel wat meer moeite dan ik dacht, de eigen idealen volgen. Ja. Yola daarentegen, ja, die wil echt heel graag gewoon bevestiging en gewoon gezien worden door haar moeder. Vind jij dat Evelien Yola zag? Ja. Okay. Ja, zeker. Misschien iets te goed. Wanneer iemand heel erg goed ziet, kan je namelijk dat in je voordeel gebruiken voor je strategie. Heb jij nog een vraag voor mij, van dilemma? Nee, ik kan gewoon doorgaan. Nee, grapje. Je kinderen sturen in hun pad of ze compleet vrijlaten? Sturen. Gewoon, dit is de route. Volg deze route. Het is niet een heel smal pad. Het is een breed pad. Wat is de grappig? Nee. Ik geef je richting. Ik geef je tools. Evelien geeft sowieso echt heel veel geld ook. Je stuurt ze aan de hand van de ervaring die je hebt. Waarom zou ik jou niet... Dat zou gierig zijn als ik jou mijn ervaring niet zou delen. Hoe deal je met een racistische en treiterende collega? Zeg je er wat van? Of laat je het gaan zodat je carrière kan maken? Mijn personage, Glenn, maakt dat ook wel mee in de keuken waar hij dan werkt. Van verschillende collega's. Ja, hij staat er toch ook wel een beetje in zoals ik er ook in sta. En jij denk ik ook. Ik denk sowieso dat het altijd belangrijk is om je waarheid te spreken, snap je? Grenzen aan te geven. Grenzen aangeven. En we kunnen lachen, we kunnen dolletjes maken, heen en weer. Maar op een gegeven moment moeten mensen ook gewoon beseffen van, nu moet je gewoon even rustig gaan doen, want je leidt me af. En als je wil, kunnen we gewoon naar buiten gaan, snap je? Dat gevoel een beetje. Als jij alles doet voor jouw carrière en er zit één zo'n persoon of twee van die mensen op je werk en je moet het even doorstaan om er bovenop te komen, ja, dan zou ik het ook gewoon even slikken, denk ik. Even door die zure appel heen beten. En wat zou je dan doen als je die persoon die al in de tijd zit te treiteren een keertje gewoon buiten werk tegenkomt, ergens in een steegje of zo? Ja. Nee, maar ik zeg je eerlijk, als je al zover bent van je accepteert dat op werk, om die positie te hebben, dan kan je hem ook buiten niks gaan doen. Want je kan hem zondag in elkaar stellen, maar maandag zie je elkaar op werk. Komt iemand met zo'n oog. Ja, wat is er gebeurd? Ja, ik kwam hem tegen bij de ambtenaar. Ik kwam hem tegen in een steeg. Dat werkt ook niet. Dan kan je ook fluiten in die carrière. Dus. Ja, ik ben een persoon die dat soort negativiteit geen bestaan geeft. Weet je? Dus je erkent het niet of zo? Je doet gewoon alsof het niet gezegd is? Ja, als ik er echt continu last van heb, weet je, dan zal ik het wel aangeven. Maar ik zal het niet gelijk emoties benaderen met... emoties, begrijp ik bedoel? Ik laat het altijd, de negativiteit altijd bij de persoon. Liever Glenn of Henri? Ik vind ten alle tijden dat Yola moet kiezen voor Glenn. Omdat dat is wat de rider daar doet. Ik vind de gedachte dat je twee mensen bij elkaar zet die niet per se voor de hand liggend zijn. Ik denk dat er af en toe worden er ook andere vrouwen in de mix gegooid voor Glenn. Dan denk ik, pardon? Wat gaan we wie? En dat is niks tegen die andere vrouwen, maar ik vind dat Yola en Glenn, juist in het contrast van hoe ze eruit zien, hij is best wel een soort van straat en zij is een soort glam queen af en toe. Ben jij voor of tegen het upgraden van je partner? Dus de potentie zien? Of je trekt aan een dood paard. Maar waar neig jij naar? Als ik aan Glenn denk, ja? Hij gedraagt zich als een dood paard. Ik wist dat je dat zou zeggen. Hij loopt 6 afleveringen in een ondergekotst t-shirt, geloof ik. Het is gewoon vintage. Ja, vintage. Oké, in een ideale wereld waar je mocht kiezen wat je wilde. Een Nico of een Zenaida? Oh, god. Een dilemma gaat
is aan de hand als er twee dingen zijn waar je niet tussen kan kiezen omdat ze je allebei aan het hart gaan. Maar Evelien heeft geen hart. Ja, deze twee mensen. Moeten ze dus zo achterkomen? Maar dat weten ze. Ja, dat weten ze diep van binnen als je Evelien een beetje kent. Er zijn maar vier dingen die haar aan het hart gaan. Dat is zij zelf. En omdat zij drie kinderen heeft gemaakt, zijn die kinderen ook zij zelf. Ik, en bij gevolg van het ik, de drie dingen die uit mij zijn gekomen. Wil je aanzien en dat mensen je vrezen of liever dat ze van je houden? Dus ik denk een combinatie van beide. Maar als je één van de twee moest kiezen, dus of ze houden van je of ze vrezen je, wat zou je dan liever van die twee kiezen? Ja, dan heb ik liever dat ze van me houden, man. Maar hoe denk je dat Kikker hier tegenaan kijkt, tegen dit dilemma? Nou, kijk, ik wil heel graag gevreesd worden, weet je. Dat gaat gewoon gepaard in de criminaliteit om dingen voor elkaar te krijgen. Maar Sissy zelf heeft het liefst dat hij gewoon geliefd is bij de mensen. Jij dan? Zou jij willen dat ze je vrezen? Ja, ik zeg je eerlijk, weet je wat het is? Soms is het wel beter dat mensen je vrezen dan als ze van je houden, ik zeg je eerlijk. Ja, maar jouw vrienden, ik heb echt jouw vrienden, jouw inner circle. De mensen die het dichtst bij jou staan. Heb je liever dat zij jou vrezen of liever dat zij van je houden? Iedereen moet mij vrezen, man. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel van... Nee, maar over het algemeen denk ik toch dat je daar uiteindelijk meer mee bereikt. Alles volgens de regeltjes of heiligt het doel de middelen? Daar zijn we het echt wel mee in. Ja, doel heiligt de middelen. Ja, toch ja, wel, ja. Ja. En dit is ook IJzeren heilig doorvechten. Doorvechten tot het bittere end. Of je verlies nemen. Never. Never. Ja. Never. Nee, ik kan niet. Ik heb mens erg je niet. Ik ging met mijn nichtje laten spelen. 2 jaar geleden. En ik heb 3 keer verloren. En ik krijg in de brievenbus krijg ik een pakketje onlangs, van haar. Onlangs, toch? Ja, ik krijg een pakketje en ik denk, oh leuk. De aanhef op het etiket is Utah, le loser. Le. Maar dat is dus niet wie ik ben. Ik ben niet de loser. Ik wil dat iedereen en wat staat er in het pakketje? Mens erg je niet. God, mens erg je niet. Dus nee, ik ben wel van het doorvechten. Ja. Ik ben zo'n slechte verliezer dat ik niet meedoe aan spelletjes waar ik kan verliezen. Dat is echt wel een goede strategie. Ja. Waarom zou ik me in een situatie brengen waar ik kan verliezen? Laatste dilemma. Heb je liever een Yola of een Steffi? Ik denk dat Glenn heeft sowieso liever een Yola. Ja, Yola is een schatje toch? Hij doet, ja, weet je, hij kan niet met Yola, maar hij kan helemaal niet zonder Yola. De vrouw die zeg maar, het goede pad bewandelt. En Steffi, ja, ze had meer, je weet toch, die gangster chickie toch? Ja, combinatie is wel, klinkt wel goed. In het leven van Yannick. Ja. Je moet toch wel, je weet toch, ik hou wel van een vrouw die wel een beetje niet op de mondje gevallen is. Die ook soms even een beetje schijnt hebt aan de regels. Maar ze moet ook wel gewoon wel bespraakt zijn. Ze moet zich ook wel kunnen mengen in verschillende lagen van deze maatschappij, zeg maar. Ik hoor je, en jij, kijk, Steffi, ja? Ja, toch. Ja? Je ziet toch hoe ze jullie belt om die lijk op te ruimen. Dat is wat Kikker nodig heeft hier. Want je moet er gewoon niet lang over nadenken. Dus Kikker wil eigenlijk helemaal geen Sharon? Kikker kan eigenlijk met allebei de situaties omgaan. Hij wil allebei ook eigenlijk, hè? Je hebt ook allebei. Ja. Nee, ik gewoon even off the record. Denk je dat Kikker kan koken? Ik denk wel dat hij wat trucjes weet. Hij is geen held in de keuken. Hij is geen held in de keuken, maar hij weet wel een bruine bonen te maken of zo. Weet je, een bruine bonen en een kip bij de oven. Nou, dan weten we dat ook weer. Binnenkort gaan we lekker bij Kikker eten. Bruine bonen heb ik gehoord. Maar in de tussentijd kunnen jullie thuis vast allemaal al Santos gaan kijken op NPO+.